wederkering. Ik ben Martijn, ik ben aanstichter van dit alles. Wie van jullie is allemaal Evernote user? Oké. Zijn er mensen die überhaupt iets nog willen weten over Evernote? Als je denkt, ik ben geen user, maar wat heb ik eraan? Je kunt nog naar een andere sessie namelijk. Ik weet het niet veel. Je weet het niet veel van. Zijn er mensen die helemaal niks over Evernote weten überhaupt? Bijna niet. Bijna niks, ja. Ik weet zeker dat jullie straks gebruiken worden. Dat is... wie van jullie gebruikt Mac? PC? Ja. Linux? Wie gebruikt Evernote op een Android-telefoon? Okay. Wie op een iPad? En wie op een iPhone? Okay. Mooi, dat moest ik even weten. ik ben net terug van de Evernote Trunk-conferentie in San Francisco. Evernote is een bedrijf dat 5 jaar geleden is opgericht door Phil Libin. Heel bijzonder bedrijf, een hele bijzondere visie hebben ze ook. Phil Libin heeft ooit bedacht, ik kan niet zo goed dingen onthouden. Ik moet aan zoveel dingen denken en dan zit alles weer in mapjes en in een inbox en allemaal gedoe, welkom. Daar moeten we wat voor gaan verzinnen, maar dat is er nog niet. En dat is Evernote geworden. En zijn missie is, Evernote wants to be your second brain. Dat is hun filosofie. En dat doen ze nogal heftig over, want dat hebben ze toch een kunstveer. Die zijn echt helemaal met één ding bezig. Wij willen ervoor zorgen dat je nooit meer iets hoeft kwijt te raken. Wij willen gewoon je reservegeheugen zijn. En dat zijn ze aan het ontwikkelen en dat is heel goed aan het lukken. Het bedrijf heeft op dit moment 38 miljoen gebruikers, dat is best veel. En van die 38 miljoen ben ik de zwaarste gebruiker. Zeg maar de nummer 1 zwaarste gebruiker, volgens hunzelf. Ik ga zo laten zien wat je daar allemaal mee kan. Evernote is multiplatform, cross-platform, dus je kunt dingen op je Mac invoeren die je dan synchroniseert met het web. Die je dan ook weer synchroniseert met je Windows-computer en met je mobiel. Dus al je data is overal. Ik zal even laten zien. Het is gratis. Je moet gratis downloaden. En Evernote, daar kun je notities inslepen, PDF's, JPEG's, foto's, allemaal bestandsformaten. Dat kun je automatisch naartoe laten stromen. Dus door Evernote aan te sluiten op je mailbox of in je browser kun je knopjes downloaden. Dat noemen ze een webclipper. Als je iets leuks op internet ziet, dan heb je een knopje dan zit in Evernote. Het leuke is, Evernote synchroniseert met de cloud. Dus als nu mijn laptop gejat wordt met al mijn data, nou, dan koop ik gewoon een nieuwe. En dan installeer ik Evernote en zeg ik, zet alles er maar weer op. En dan duurt het even. En dan, maar bij mij ietsje langer dan even, want ik van je verbinding had. En 20 gigabyte of zo. En dan zit alles er weer in. Ik ga zo laten zien wat je allemaal had. Je kunt de foto's inzien. Een van de eerste dingen die ik ontdekte over Evernote, ik gebruik het inmiddels 5 jaar, was dat ik ontdekte dat wij eigenlijk heel goed zijn in patronen herkennen. Onze ogen zijn een heel goed hulpmiddel om informatie te ontwaren uit een brei van data. Klinkt misschien wat abstract, maar als je 100 mensen in een zaal zoekt, of 200 mensen in een menigte stopt, je kijkt er zo naar, dan weet jij in no time, vind jij je bekende terug. Dan denk je, hé, die ken ik. Dus onze ogen zijn heel goed in het herkennen van patronen. Wat ik altijd lastig heb gevonden met computers, is een hele lange lijst met documenten waarvan je dan niet weet wat daarin zit. Think about it. Even, als je duizenden bestanden snel doorvloeit, je bent op zoek naar iets, dan, als ik op zoek ben naar Accept Giro, dan weet ik, oh, dan moet ik een dingetje hebben met zo'n geel streepje eronder. Dit. Mijn ogen herkennen acuut, als ik even aan het scrollen ben, ik zoek een Accept Giro, neem. Oh ja, daar is die. Waarom? Omdat je in je hoofd kun je dit herkennen. Als ik een visitekaartje zoek, dan zie ik automatisch van, nou, dit is een taxibon, dit is een artikel, een foto. Dus onze ogen kunnen heel snel herkennen wat iets is. En als je daar wat context bij doet, kun je nog sneller dingetjes terugvinden. Want dat is het hele idee van Evernote. Dingetjes onthouden en erin stoppen. Dat kunnen losse notities zijn. Ik gebruik bijvoorbeeld mijn iPhone. Ik heb een programmaatje, dat heet Capsio. Ik kan maar één ding. Dat is een mailtje sturen aan een voorgedefinieerd adres. Dus als ik een gedachte heb of een foto of ik zie wat gaaf, klik, tik ik het in. Komt het in Evernote terecht, kan ik het daarna bewaren en er dingetjes mee gaan doen. Wat super cool is aan Evernote, is dat hij tekst kan lezen die op een foto staat. Wat eigenlijk heel cool is. Ja, als je een foto maakt van iets, dan weet Evernote, die synchroniseert het met de server, die legt er een OCR-laag overheen. Optical Character Recognition Set. Dus als je je data synchroniseert met Evernote, en synchroniseert hem daarna weer terug, heeft die intelligentie toegevoegd aan het plaatje die je gemaakt hebt. Dat kan ook een screenshot zijn. Waardoor je heel snel kan zoeken. Ik ben nogal liefhebber van wijn. En wat ik heb nu Madiran ingetikt. Ik wist dat het toevallig in een database stond. Madiran is een wijnsoort. En het leuke is, ik heb dit ooit als foto gemaakt in Frankrijk.
Ik zet trouwens al mijn wijn op de foto, maar dat is ook erg leuk. Ik heb daar twee tags aan toegevoegd, want dat kan met Evernote, je kunt slim taggen. Frankrijk en wijn. Hij weet wanneer ik die foto heb toegevoegd, in 2008, dus dat zal in de zomer van 2008 geweest dat ik hem gedronken heb. Hij houdt het bij wanneer ik het nog heb aangepast. Maar het hele woord naar die rand komt in, heb ik niet toegevoegd. Evernote snapt dat er op deze fles, dat daar maar die rand staat. Dat is echt heel cool. Dat betekent dus dat je allemaal dingen overal vandaan hup in die bak kan gooien. Dan wacht je een tijdje en als je dan op zoek zegt je, hey, was er niet iets met, en dan tik je een woord dat ermee te maken heeft. Komt het terug. Het woord taxi snap je ook. Heel leuk. Zul je altijd zien bij een demo, dat heb ik niet gehoeven. Misschien heb ik hier een taxibon in zitten, dat is wat natuurlijk. Donald Duck dan. Ja, Donald Duck snapt hij wel. Dat is leuk. Even twee keer hier staat het woord de factuur Donald Duck staat erin. Dat heb ik toegevoegd. Maar hier staat het hele woord Donald Duck komt nergens in voor. Dus als je zeg maar al je bonnetjes in Evernote stopt en al je facturen, en je zoekt een keer wat, dan weet Evernote wel zeg maar, waar het staat. Maar hij snapt dat hier. Ja, ze Donald Duck. Ik wil staan niet heel erg op mijn prioriteitenlijst. Staat ook geachte heer als dan? Geachte heer, dat dan wel. Maar er staat wel, hij herkent dus dat hier Donald Duck staat. Dat is handig. Niet als het gaat om een paar notities, maar ik heb er dus 40.000. En dat heb ik omdat ik dat samen doe met deze scanner. Wie heeft er thuis een scanner? Is dat een flatbed in de meeste gevallen? Heb je niks aan. Word je chagrijnig van. Heb je geen ene vinger. Dit ding kost een paar honderd euro. Dit ding heeft echt mijn leven veranderd. Dit is echt waanzinnig. Deze scanner, er bestaat eentje die nog groter is. Deze scanner die scant 8 pagina's dubbelzijdig in 1 minuut. En dan maakt hij JPEG's van PDF. Hij praat met Evernote. Dus ik heb thuis gewoon een bak. En al het papier wat binnenkomt, artikelen die ik wil bewaren, bonnetjes, maakt allemaal niet uit. Die heb ik gewoon in een bak zitten. En één keer in de week, of één keer in de 2 weken, jaag ik dat door die scanner heen. Terwijl ik gewoon lekker met mensen zit te bellen, heb ik een oortje in. Dan ben ik lekker aan het bellen, tussendoor druk ik af en toe op het knopje. En dan komt al die data in Evernote. En dan kan ik er acuut bij waar ik ben. Ik kan vanaf mijn iPhone, mijn iPad, overal waar ik ben, kan ik die data terugvinden. Slim organiseren, samenwerken met andere mensen, daar kom ik zo op terug. En pas boom, ik heb acuut wat ik nodig heb. Dat is handig als je dingen moet organiseren. En we krijgen steeds meer informatie op ons af. Dus hoe meer dingen we kunnen onthouden en kunnen terughalen, hoe handiger het is. We organiseren hier bij Permanent Beta maandelijks Evernote Meetups. We hebben vorige week de eerste gehad, de volgende is er bijna weer vol. En er is bijvoorbeeld een huisarts die heeft ontdekt, als ik alle gegevens van al mijn patiënten in Evernote stop, dan kan ik het allemaal sneller terugvinden. Ik hoef maar een paar steekwoorden in te tikken en ik heb alle data van die patiënt bij elkaar. En het is ook nog altijd gebackupt, dus die gaat hier een user case binnenkort houden. Dat hoef je niet naartoe te komen, dat gaan we opnemen, dat kun je gewoon thuis bekijken. En er zijn heel veel toepassingen waardoor je slim kan samenwerken met Evernote. Mijn voorspelling is dat binnen 5 of 6 jaar Evernote Microsoft Office gaat vervangen. Omdat het veel slimmer is om snippets, stukjes informatie slim te organiseren en te delen met groepen mensen met wie je samenwerkt, dat je een beetje een Word-document gaat typen, want dat is echt niet meer van deze tijd. Daarvoor is de werkelijkheid te dynamisch geworden, het gaat steeds sneller allemaal. En dan wachten tot een document klaar is, oké, nou is het af en gaan we dat doen. Ja, dat is toch niet meer hoe de samenwerkwerkelijkheid in elkaar zit. Je kunt van alles doen met Evernote. Er zijn echt zoveel toepassingen als dat je kan verzinnen. En ze zijn heel erg in ontwikkeling om dingen te doen. Een van de leuke stukken software die Evernote heeft ontwikkeld is Evernote Food. Dat is een aparte appje voor de iPhone. En die synchroniseert automatisch met Evernote. En ik zet dus al bijna een jaar lang alles wat ik eet en waar ik eet en met wie ik eet om te foto. Ik ben gezonder gaan eten. Ja, je gaat geen frikandellen meer eten, want dat ziet er niet uit. Ga je niet op de foto dat je denkt, nee, dit ziet er echt niet uit op de foto. Dat gaan we dus niet doen. Het is echt heel leuk. Gisteren heb ik bij Peter gegeten. Nou, die hadden heel lekker gekookt. Groenten, kippetjes, Peter en Mayon. Die wijn hadden we erbij. Huppakee. En nou, zo gaat het de hele tijd. Dus ik leg alles vast. Als ik ergens uit eten ga, leg ik een bonnetje ook nog vast. En dan kan ik in zoeken. Dus op het moment dat ik denk, oh, waar had ik ook weer? Ik was eigenlijk bij een restaurant en dan zei ik ik heb vorige keer zo lekker gegeten, maar ik weet niet meer wat het was. Ik hoefde alleen maar een foto te laten zien van dat ding. Nou, ik wou eigenlijk dit, dat vond ik eigenlijk heel lekker, dit spul. Hoe heet dat? Ik kan een foto zien, ik weet het ook. Dat is toch handig. Goed, dus maar één toepassing.
ik ben wel het type dat dingen uitprobeert zonder dat je weet wat je eraan hebt. Maar ja, dat is een manier om dingen te ontdekken. Dat is een beetje een permanent bed natuurlijk ook. Dus even wat power use dingen. Dat was mijn testomgeving. Ik heb een eigen database. Neem iets subs als visitekaartjes. Wie heeft er thuis een stapel visitekaartjes in mappen zitten waar je eigenlijk niks mee doet? Ken je dat? Ja, zeg het. Niet enig. Je kunt Evernote, daar kun je mapjes in aanmaken. Eigenlijk heb je één hoofddatabase waar je alles in kan zoeken. Dan zeg je zoek op alles. En je kunt ook in deelverzamelingen zoeken. Dat lijkt wel meer werken dan het is, valt wel mee. Heeft iemand een visitekaartje bij zich dat ik even mag lenen? Nee, iemand. Heus wel. Ik had het rijden op de grond. Oh, kijk. Ach, twee is goed. Dan kan ik ook een kaart erbij. Hij ligt op de grond. Oh, leg ik even verzamelen. Ik zal het zelf gewoon, maar dat is even jou zeker. Kijk, dat is het leuke aan deze scanner. Die werkt met Evernote samen. Ik kan bepalen of een PDF gewoon lopen van JPEG. Ik maak zelf van het JPEG'jes, dat is, vind ik sneller qua zoeken. Meerdere pagina's maak ik een PDF van, want anders heb ik helemaal losse velletjes. Dus documenten van meer dan één pagina wil ik altijd PDF en andere JPEG. Aan één kant, want de achterkant is licht. Oké. Okay. Zet ik ze er gewoon in, zo. Hup, zie je smakelijk eten. Leuk is, je kunt ze gewoon schuin inzetten. Dus die software die snapt wel dat je, bij een flatbed is het altijd gezeik. Dat je altijd het recht legt en zo. Hup, kan je vreet gewoon op. Hup, oké, klaar. Dat kan ook. Dit ding is echt zo goed dat je gewoon een A4 met ja, even, het werkt ook. Ik vind het, qua scans vind ik het net even wat netter. Hoppakee, kaartje. Goed, deze moet even omgedraaid worden, blijkbaar. Dat is leuk. Ken je dat? Als je iets demo met computers, dan is het, dan gaat het altijd net niet zoals je normaal doet. Maar goed, ik heb nu die kaartjes heb ik gescand. Dat ging vrij snel. Die sleep ik gewoon naar Evernote. Die synchroniseert hij op de server. Dan legt hij een datalaag erover aan. Dus ik hoef zelf niet meer om te onthouden welke namen hierop staan. Als ik nu in mijn bak met visitekaartjes die gescand zijn, denk ik, goh, ken ik ook mensen bij KPN? Geen idee. Ik KPN en boem. Dat was best snel. Hij heeft uit 900 of 1000 visitekaartjes, had hij in een paar seconden alle kaartjes waar het woord KPN op voorkomt. Dat is best handig. Ken ik ook mensen bij Philips? Dat is heel leuk. Dit is iemand die in de Philipsstraat werkt. Deze mevrouw heet Philips. Ja, ik ken ook iemand bij Philips, die zocht ik. Die heeft ook als achternaam Philips. En dit was niet Philips, maar dit was een conferentiekaartje. Waar het voor Philips gevolgd. Hoi. 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 Maar dit is een leuke toepassing om even heel snel te kunnen zoeken in een deelverzameling. Toch? Of, dus hoef je niet al die visitekaartjes in te kloppen, kun je gewoon lekker gaan zoeken. Ik stop al mijn financiën in een map. En als ik dan het woord taxibon zoek, die heb ik getagd met taxi. Hoppakee, allemaal taxibonnen. Altijd handig als ik dat wil weten. Hoppakee, in één keer haalt hij uit die hele deelverzameling bliksemsnel, 4500 documenten, haalt hij gewoon alle taxibonnetjes. Dit soort zoek- en vindkracht hebben we tot voor kort nooit gehad. Dit is echt wel state of the art, zeg maar. Het wordt steeds intelligenter. Even kijken, wat leuk dingetje. Je kunt echt voor alles nog wat gebruiken. Ik heb bijvoorbeeld menukaarten. Moet ik elke keer zeker naar de kast lopen en dan in de la kijken welke menukaarten van thuisbezorgd restaurant wat ik ook weer wilde hebben. Nu blijf ik gewoon achter de computer zitten en dan kijk ik even wat ik ook weer lekker vond. Wijn, ook heel handig. Als je wijn lekker vindt, dan zet je die gewoon op de foto en dan kun je weer in terugzoeken. Je kunt ook deelverzamelingen maken, dat heb ik hier gedaan. Dus je kunt allemaal foto's of items of visitekaartjes kun je met één druk knop kopiëren. En daar kun je ook snel koppelingen van maken. Die kun je op internet publiceren. Hij heeft ook een leuke optie, Evernote, dat zijn to-do's. Als ik een item toevoeg hier, ik heb nu een kaartje, daar kun je gewoon tekst bij typen, aantekeningen bij maken. Maar je kunt ook een checkbox toevoegen. Dat is dit. Zie je, dan krijg je een heel klein vakje hier dat leeg is. Dat kun je aanvinken. Zo
zo. En zo. Hij staat nu niet aangevinkt. Maar dan kunnen we het grappigs mee doen. Daarom ben ik zo enthousiast over Evernote. Ik kan nu in deze bak met data, in het zoekvenstertje, kan ik zeggen, to do is false. Dan krijg ik alle visitekaartjes te zien waar ik blijkbaar nog wat mee moest. Want de checkbox stond niet aangevinkt, dus blijkbaar moest ik hier nog wat mee. Dat is handig. Als je een hele bak met data ergens parkeert en je wijst tegen stukjes data aan, ja, daar en daar en daar en daar, daar moet ik nog een keer wat mee. Dus dan voeg je zo'n checkbox toe. Dan ga ik het doen, maar dan komt het, als ik dan mijn ding aanvink, valt hij weg uit die deelverzameling. Maar die deelverzameling kan ik opslaan als een saved search, zodat ik er snel bij kan. Dus ik kan gewoon alle dingen waar ik nog wat mee moet, kan ik gewoon met één druk op de knop oproepen. Daar heb ik een knopje voor gemaakt. Dus je kunt hier een saved search neerzetten, een zoekopdracht bewaren. En die kan ik gewoon hier naartoe slepen. In de interface, dan kan ik er heel snel bij. De komende paar maanden komt Evernote for Business uit. Het gaat 10 euro per maand kosten. En dat is echt bedoeld om jouw data te laten praten met die van iemand anders. Om samen te kunnen werken aan het project. Ik werk met veel mensen samen. Ze hebben dit project van een beta ook opgezet. En wat ik bijvoorbeeld heb, ik heb een PA. Dat is Mike. Ik heb een paar mapjes gemaakt. De inbox van Mike, in progress van Mike. Vragen van Mike klaar en lijstjes. Hoe werkt het? Ik heb allemaal taken die ik moet doen, maar een hoop dingen niet toe. En dan sleep ik taken gewoon naar de inbox van Mike. En dan denkt Mike, die begint bij te ontsnappen, steeds beter trouwens. En dan denk ik, oh ja, dit is een visitekaartje, blijkbaar moet ik daar wat mee doen. Als Mike dan daarmee bezig is, sleept ze naar het mapje in progress. Zodat ik gewoon kan zien, oh, want dit komt op haar computer dan ook, dat is gewoon gesynchroniseerd. Dan zie ik, oh, ze is ermee bezig. Oh, nou, gelukkig. En als dan Mike denkt, ja, ik weet echt niet wat je hiermee wil. Dan sleept ze naar het mapje vragen van Mike. Ja, leuk die taak, maar wat is eigenlijk de bedoeling? Nou, dan typ ik dat erbij en dan sleep ik weer naar het mapje inbox. Als het klaar is, voor Mike ook fijn, staat hier het mapje klaar, dan weet ik, datgene wat er moest gebeuren is klaar. En lijstjes, dus kan ik informatie kwijt als creditcardgegevens of paspoort of nou ja, informatie die nodig is, dat kunnen ondersteunen van wat ik moet doen. Het is handig, toch? Dan kun je met heel veel mensen samenwerken. Je kunt ook hele grappige dingetjes doen met lijstjes. We hebben een verlanglijstje voor Permanent Beta. We hebben al een 3D-print, daar worden we heel blij van. Je staat boven, moet straks even kijken. Dat is echt zo cool, dat er voor je neus een Lego blokje geprint wordt wat je in de winkel niet kan kopen. Dat je eentje een vormpje hebt dat gewoon niet is. Dus die hebben we. Filmers voor de 15e, nou die hebben we ook, dus kan ik afvinken. We zoeken nog een 3D-scanner, maar er zal niemand over hebben denk ik. LP's, massagestoelen, bankschroef. We gaan binnenkort allemaal dingen op die lijst zetten waarvan we denken, hé, dat is ook handig om niet te hebben. Maar dan synchroniseer ik die lijst. En dan komt het. Als ik dan naar permanentbeta.nl ga en klik op ons verlanglijstje. Die ligt aan de internetverbinding hier. Het enige nadeel van dit gebouw nog staan we verbinding hebben hier. Maar goed, dan staat het hele lijstje wat je net liet zien, staat gewoon hier. Als een embedded. Lijstje. Ja. Maar dan komt dat lijstje daar, dus dat is handig. Want zo'n lijstje kan je ook met 10 man delen. En dan zeg ik, nou, gooi er maar wat op, gooi het online. Hartstikke handig. Vind ik een leuke toepassing. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, ik heb heel veel lezingen aangevraagd, dat is een beetje mijn werkpraatje maken. En die komen allemaal in een bak terecht. Dan kan ik heel snel in zoeken. Dus ik heb zeg maar het webformulier op mijn website. Als mensen een formuliertje invullen, komt die automatisch bij mij in Evernote binnen. En dan kan ik daar weer kennis aan toevoegen, kan ik weer op zoeken. Dan zeg ik van, goh, hoe vaak heb ik wat in Leiden? Nou, oké, 5 keer blijkbaar, leuk. Dus ja, zo ben ik de hele dag aan het spelen met al mijn gegevens en al mijn data. En tot en met, even kijken, goed hier. Tot en met mijn diploma's. Ja, je weet maar nooit wanneer je die nodig hebt. Als je van de duikbank af wilt, iemand zegt, ho, heb je al zo'n diploma? Dat ik dan even mijn iPhone kan pakken. Ja. Hoe lang nog tot Evernote automatisch transcripts gaat maken van je audio?
Ik heb geen idee, maar je kunt erop wachten dat dat gaat gebeuren. Evernote, ze zijn in een jaar tijd van 20 naar 38 miljoen gebruikers gegaan. En ze zijn van 80 naar 250 medewerkers gegaan. Kennen jullie allemaal Google Glasses? Oh. Nou, om nieuwe dingen te horen, eens kijken hoe snel dat gaat. Project, Glasses. Ik was een paar weken terug was ik bij Google. En ik heb dus zo'n ding in handen gehad. 15 jaar geleden zei iedereen tegen mij, nou Martijn, wat moet je nou met een mobiele telefoon? Waarom zou je overal willen bellen? Oh, dat is handig. Ja, tuurlijk. Nou, dat is afgelopen nu. 7 jaar geleden zei iedereen, waarom wil je nou internet op je mobiel? Ja, dat is toch handig? Nou, dat gaan we heus niet doen. Heus wel. Nou, of het nou 5, 6 of 7 jaar is, hij komt volgend jaar op de markt. Dit wil je. Echt waar. Ook als je geen bril nodig hebt, die wil je. Want deze bril, die projecteert een datalaag op je oog. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar jou, dan zeg ik hardop, er zit voice recognition in. Dan zeg ik, wie is dit? En dan gaat Google, die gaat dan, oh, dat is die en die. Iets met face recognition. En dan zeg ik, oh, kent hij ook mensen die ik ook ken? Dan komt zo'n wolkje met gezicht boven jou. Zoals in mijn ogen, dus ik zie jou maar al één keer goed met extra data. En dan kan je zeggen, goh, wat leuk. En dan zeg ik van, goh, hoe zag de Eiffeltoren er ook alweer uit? Dat herkent hij. En dan doe ik met mijn vingers zo in de lucht. En dan zoomt hij dus in, omdat die camera die hierin zit, die herkent dit als een gesture, als een control. Er zit een cameraatje hierin, even terug naar Evernote. Die camera maakt om de 10 seconden een foto van alles wat hij ziet. Maar er zit ook internet in, dus hij uploadt hem ook gelijk. Dus om de 10 seconden maakt hij een foto, uploadt hij hem, openbaar of privé, getagd en Flickr en Picasa en whatever. En het is natuurlijk een beetje raar dit, maar mensen gaan het wel doen. Ja, dus als miljoenen mensen zo'n bril gaan opzetten, dan wordt de wereld toch in één keer heel anders. Denk even aan het conflict in Israël en Palestina en zo. Als alle Palestijnen, kun je niet betalen, maar zo'n bril op hebben en leggen steeds alles vast, dan verandert dat hele conflict in één keer. Dus we gaan toen naar een hele rare wereld. En Evernote speelt daar een rol in. Welke weet ik niet precies, maar als je alle informatie snel kan vinden en kan delen en alle kanten op kan sturen, dat wordt wel een dingetje. Wij denken hier bij Permanent Bert en zulke dingen dat die belangrijk zijn om aan ja, niet alleen individuen te vertellen, maar ook aan overheden, organisaties van goh, je kunt toch heel slim samenwerken op deze manier. Alleen het lullige is dat maar 1% van alle bedrijven van Nederland het toestaat om zelf software te downloaden op je computer. Ik weet niet, denk eens bij IT-afdelingen dat het een goed idee is dat je geen Evernote mag gebruiken. Hé, hey, Gennis. Hey. Ja, dat ja, is ja, hoe jammer. Hoor je. Ja, daar had ik mijn bril niet voor nodig. Maar, dus bedenk eens wat er gaat gebeuren als je bij die bril, als die bril ter plekke bij jouw Evernote database komt. En dit is wat ik 5 jaar geleden al dacht. Ik denk, die Phil Litton die gaat dit gewoon doen. Die heeft al bedacht, over 20 jaar kun je een chip implanteren of zo in je brein. En dan kun je bij al die data. Nu vinden we dat wel gek, maar dat komt heus zo. Zijn er mensen hier principieel tegen pacemakers trouwens? Wie zegt nou, dat vind ik ethisch, moreel niet acceptabel, pacemakers? Nee, daar zijn we het wel over eens. Pacemaker moet kunnen. Het is fijn voor je hart dat hij het dan wel doet. Een chip in je brein implanteren, zodat je bij al je data kan. Heeft daar iemand moeite mee? Vinden we nog een beetje? Ja, dat is... Maar dat was met pacemakers ook zo. Dus dan kun je op wachten. En het is niet goed of slecht, maar het gaat gebeuren. Dus, geen mensen, als je er maar geen mensen mee kunt uitsluiten. Nou ja, mensen die geen geld hebben voor een pacemaker sluit je ook uit. Dus dat is eigenlijk geen verschil, toch? Nee. Ja, check. Ja, even, hier zijn we nog niet uit met z'n allen, dat is ook een nieuw terrein, maar noem het wel kennen. Conservatief. Ja, toen Phil Litton 5 jaar geleden zei van, goh, ik ben iets aan het maken wat gewoon je reservebrein wordt, dacht ik, oh, dat is best handig. En dat is de reden dat ik dus fanatiek gewoon alles wat ik heb gewoon in Evernote aan het stoppen ben. En ik heb het zeg maar gesynchroniseerd met de cloud. Binnenkort kun je kiezen of je in Nederland, Amerika, Europa of in China wil hosten, of zo bij. Ik heb het op meerdere harde schijven liggen, op meerdere plekken, dus op zich is mijn hele archief is redelijk veilig. Dus als alles gejat wordt, dan heb ik het nog steeds. Want dat is dan wel handig als je alles erin stopt, dan moet je het wel even goed backup en zo. Maar ik ben er echt van overtuigd dat ik elk jaar meer voordeel ga krijgen van wat ik in die database heb gestopt, omdat de technologie elk jaar zich verder ontwikkelt. Ik merk het nu op mijn iPhone, ik merk het op mijn iPad. Vaak ben ik in een situatie geweest dat ik dacht, oh, maar die informatie heb ik gewoon, hup, alsjeblieft, kijk maar. Je hebt een vraag. Ja, was deze week het rapport van het CPB, hè, dat de Amerikaanse regering bij Amerika kan bij mijn data, ja. Ja, wat vind jij daarvan?
Dat vind ik prima. Dat is ook geen nieuws. Wacht even, ik moet het even nuanceren. De Amerikanen moeten ietsje meer weten van cloudtechnologie. Die hebben hele rare wetten en regelgeving. Dus die Amerikanen die hebben besloten dat als een Amerikaans bedrijf data van je opslaat, dat zij er in geval van terrorismeverdenking of andere ellende altijd bij mogen. Maar ja, nou, dan weet de Amerikaanse regering hoeveel ik in taxis heb rondgereden en wat mijn DNA is. Nou, fijn voor ze. Moeten ze echt zoveel, als ze zoveel moeite willen doen voor me, dan krijgen ze anders ook wel. Dus ze doen maar. Dat is natuurlijk geen goede zaak, maar dat is gewoon omdat het nieuw terrein is. Dus ergens de komende paar jaar, dan wordt onze regering heus wel een keer echt wakker. En gaan ze die regelgeving aanpassen. Dan kun je kiezen waar je data wel en niet wil hosten. Want Evernote is slim genoeg om te snappen dat als die Europeanen hun klanten niet willen meedoen met die Amerikaanse onzin. Dat ze dan een optie moeten hebben om de data in Europa neer te zetten of in Nederland. Maar ja, alles wordt al digitaal. En om even een zijpaadje te pakken, als je een privacywetgeving discussie krijgt, denk ik, ja, ik kan allemaal zeggen, ja, ik ga mijn data niet online zetten. Maar ja, ze pakken het nu toch wel open van als ze willen van de overheid. Nu krijg ik tenminste van alles voor terug. En dan kies ik liever voor het laatste. Maar een vrije samenleving is dat natuurlijk prachtig. Maar op het moment dat je het over China of zo, dat soort zaken, je spreekt daar wat dingen uit. Je ja. Zet een hele andere foto van een andere dissident. Dat is niet zo heel handig. Maar daar heb ik wel wat voor. Ja, ik zou nog iets toevoegen. Ik kan zeggen, dit is geheim. Dat zou het niet handig om erbij te zeggen als je niet wil dat ze je geheim kunnen vinden. Zoek op geheim, dan weet je dat. Dit is een test. Wat wel leuk is, in Evernote, dit kun je namelijk versleutelen. Je kunt gewoon op slot zetten. Met een 256 AES beveiligde verbinding. Dus op zich kun je deelstukje uit je verzameling kun je extra versleutelen en encrypten. Dus dan kunnen ze wel bij je data, maar ze kunnen er niet in. Nee, maar ben je daar een lijstje met passwords? Oh, in tegelijk, ja. Ik neem aan dat je niet een lijstje met passwords ergens in Afrika. Nee, heb ik weer op een andere plek. Ja, maar Amerika die heeft die sleutels wel, denk ik. Als de Amerikanen die sleutels nu inderdaad hebben, maar dan hebben ze die al van iedereen. Dus dan kunnen ze nu ook al je telefoon openzetten en meeluisteren. Dus ja, uiteindelijk kom je daar niet uit. Dus wat ik wil zeggen is dat... Voor de meeste mensen... Kijk, als toporganisaties in de wereld met al hun rekenkracht en geld per se bij mijn data willen, nou, dan moeten ze dan doen, hou je toch niet tegen. Maar jullie kunnen het lekker niet bij. Dat is een beetje het idee. Dus dit zijn wat voorbeelden en mogelijkheden van Evernote. Hebben jullie daar vragen over? Wil je meer van weten? Ja. Waar verdient Evernote nou zijn geld aan? Evernote heeft een freemium model. Dat snappen ze echt heel goed. Die hebben gezegd van luister. We willen nooit geld verdienen aan jouw data, dus we gaan niet erin kijken. Dat kunnen we wel wat doen. Dus dat mag helemaal niet. Ze kijken niet in de data. Ze willen geen geld verdienen met data mining, met metadata verzamelen. Ze willen geen geld verdienen met advertenties. Evernote zegt, wij willen een product maken dat jullie zo cool vinden, dat je bijna gaat smeken of je ervoor mag betalen. Dus het is gratis. Ze focussen op niet een crippleware, wat heel veel softwarebedrijven. Nee, het hele product is gratis. Maar als je meer dan zoveel data per maand wil uploaden, omdat je bijvoorbeeld de afgelopen 20 jaar van je leven in wil stoppen, dan ga je over een datalimiet heen. En zij zeggen van, goh, dat kost je $5 in de maand. En dus ze willen het zo goedkoop mogelijk houden. En het leuke is, ze kunnen gewoon uitrekenen in een grafiek van, nou, afgelopen jaar zijn ze van 20 naar 38 miljoen gebruikers gegaan. Maar de conversie van betalende gebruikers is van 1 naar 1,5% gegaan. Dus bij Evernote komt er echt debiel veel geld binnen, maar die weten nu al. Nou ja, onze trouwe bezoekers, als wij ons best blijven doen voor een stabiel, een stevig en geweldig platform, dan krijg je dat mensen het blijven gebruiken. En als je het heel vaak gebruikt, wil je vanzelf ietsje meer. En ik vind $45 per maand of per jaar betalen voor deze service, vind ik echt, dat is peanuts. Dus daar verdienen ze hun geld. Ja. Van wie is de data? Steek je in de klas? De data is, Evernote, de policy van Evernote, de data is van jou. Dus die verkopen we niet, je hebt een eigenaar van je eigen data, dat blijft zo. Maar er is op dit moment werd een regelgeving met name rondom de Patriot Act in Amerika, die ervoor zorgt dat als de Amerikaanse regering die data zou willen hebben, zouden ze daarbij kunnen. Dus als je terrorist in spe bent, zou ik even nou, dus maar niet gebruiken voor dat stukje van je werk. Maar aan zich blijft de data van jou. Dus jij bent juridisch eigendom. En de enige die er nu bij kan, onder eigenlijk echt extreme omstandigheden, is de Amerikaanse regering. Kunt je het gemakkelijk terug
exporteren? Ja, je kunt al je data, en er zit een soort HTML-achtige ding in. Dus je kunt al je data kun je gewoon, er is ergens een optie hier, kun je helemaal exporteren notities. En die kun je dan zeg maar openmaken en dan kun je weer andere dingen mee doen. Dus je kunt zeg maar, op onze vorige Evernote meetup vorige week hier hadden we een Evernote developer hier. Die met de API van Evernote slimme dingen kunnen. Dus je kunt andere platforms connecten met Evernote. Als ik op Foursquare die locatieservice ergens inlog, incheck, dan komt dat automatisch bij mijn Evernote. Want er zijn platforms voor waardoor je allemaal diensten hier aan kan plakken. Dus als ik een artikel gelezen heb, komt het eigenlijk bij mij automatisch in Evernote. Dus er zijn heel veel services die je kan laten praten met een database, waardoor je zichzelf vult zonder dat je erbij hoeft te zijn. Ja. Niet hier voor, maar toevallig ben ik ook nog met lifehacking.nl. En daar hebben we een heel slim trucje voor. Welk programma gebruik je? Outlook? Gmail. Wat je kan maken is het volgende. Op het moment dat je wie heeft het wel eens meegemaakt dat je 20 mails hebt gestuurd in een week, waarvan je bij 5 dacht, oh, ik kan niet verder voordat ik een antwoord krijg, maar dat je het eind van de week niet meer weet waar je op zat te wachten? Komt dat vaker voor? Ja. Dat is Niels die zo doet. Fijn dat je bent. Wat je doet als je op iets zit te wachten, dan doe je hekje W hekje, typ je onderaan de mail, zeg maar zoals dit, zeg maar, is dit al af? Groetjes Martijn, dan doe je dit, hekje W hekje. Iemand anders denkt, hey, er staat een W, nou ja, leuk voor die W, het zal wel. Maar jij maakt in Gmail een filter en zegt, nou, if verzonden items bevat hekje W hekje, dan creëer je filter en dan maak je een knopje in Gmail. Dus als jij wil weten, hey, waar zou ik nog op te wachten, dan klik je daarop. En dan zie je al die dingetjes waar je nog op zat te wachten. En als het dan klaar is, dan delete je die gewoon. Dat is de oplossing. En al die tips staan in een boekje, dat heet Slimmer Werken Vanaf Nu. Dat is van Anja Wassenaar. Dat kun je downloaden op lifehacking.nl. Ja. Ik werk zelf veel met een andere tool om voortgang dergelijke te volgen. Ja. Ik vind dat daar een aantal uitgangspunten in zitten die wat handiger gebruik maken van statussen dan Evernote. Volgens mij is Evernote meer een systeem voor filing, zeg maar, wat nu naar een soort getting things done constructie gaat groeien. Ja. Want kijk, dit is natuurlijk heel erg foutgevoelig. Als jij in een team werkt en de status wordt afgeleid aan het feit dat jij iets typt, ja, is natuurlijk heel erg riskant. Nou ben jij bij Evernote geweest. Ja. Gaan zij nou bijvoorbeeld dat je dat een keuzevenster? Ja, wat er nu komt is, ze hebben een radicaal redesign van de hele user interface, zijn ze nu mee bezig. Omdat ze nu ook merken dat naarmate meer mensen meer notities hebben, worden de behoeftes van de gebruiker anders. Ja. Ik merk dat natuurlijk omdat ik de zwaarste gebruiker ben, dus vandaar dat ik daar moest zijn van, oké, waar loop je allemaal tegenaan? Dus, nou, daar een knopje heb, kan dit niet anders. Dus, dat zijn we met die power users aan het doen. Ja. En een van de coolste features voor dit jaar die eraan zit te komen is due dates. Er zijn twee stukjes die. Oké, daar heb ik veel van, dat is leuk. Er zijn twee stukjes die relevant zijn om even te weten. Binnenkort kun je in Evernote aan een document of een item of een foto kun je een einddatum hangen of een alarm. Ik zeg, nou, stel dat je. Weet ik veel. Stel dat je in december een nieuwe VAR-verklaring moet aanvragen omdat je zelfstandig bent zonder personeel. Dan kun je dus de oude VAR-verklaring die kun je erin zetten. En dan zeg je van, goh, je moet in november even tegen mij roepen dat ik een nieuwe moet. Dus dan ga je naar Evernote en zegt hij, want ze hebben hier al zo'n activity monitor. Waarin je kan zien wat andere mensen hebben toegevoegd. Wat er gewijzigd is. Dan kun je zeggen, nou, weet je dan vertellen. Dus dan krijg je een alert. Maar ze zijn ook met een waanzinnige kunstmatige intelligentie algoritme bezig. Dus iedere gebruiker van Evernote heeft zijn eigen algoritme. Dus als ik nu in Safari op de Mac, de browser, een artikel klik, dan zegt hij, goh, dit artikel lijkt op deze artikelen die je al had, zal ik ze dezelfde tags geven? Dat is een algoritme dat dus meedoet. Maar als je dat gaat combineren met data, dus met een datum, dan krijg je dus dat ik overmorgen moet vliegen naar Amerika, en dat dan morgen dat hij zegt, Martijn, hier zijn al je reisdocumenten in elk geval, die heb ik alvast even gegroepeerd voor je. Trouwens, je gaat naar San Francisco en daar had je die in die foto's van die in die bar nog staat ook nog in de database. Die hebben er volgens mij ook iets mee te maken. Dus dat Evernote in je hele bak met, dus in je geheugen gaat kijken met, ik ga naar San Francisco, wat was daar ook alweer mee? Dus dit zit er nu aan te komen. Dus een redesign van de user interface en Evernote for Business. Dus dat is dat
die samenwerkomgeving waardoor het veel makkelijker is om met elkaar in documenten te werken en die workflow te gaan pakken. En dat is nog niet geschikt voor hele grote organisaties. Evernote zegt, alles wat wij maken, bouwen we voor onszelf. En als wij er blij genoeg van worden, dan ja, worden anderen er vast ook blij van. En zij zijn nu met 250 man, ze hebben nu ook zelf behoefte aan andere soorten interface dingetjes. Dus dat is een roadmap van Evernote voor de komende paar maanden. En bij Evernote Meetups hier gaan we die dingen eerder krijgen en zien dan de rest. Dus hou ons een beetje in de gaten, want ik denk dat wij die informatie eerder hebben dan de meeste mensen. Ja. Google gaat overigens ook dat proberen, hè, om meteen die live feed te krijgen van de locatie waar je bent met beladen is. Ja. Denk je dat Evernote waarschijnlijk de interface van mailprogramma's gaat blijven aanvullen of uiteindelijk ook gaat vervangen? Ik weet niet precies. Evernote is vooral zoveel mensen, zoveel toepassingen. We hadden hier vorige maand iemand zitten die zei van kunnen ook foto's gebruiken als fotoverzameling in plaats van iPhoto, waarop ik zei, nee man, het was heel dom voor mij, want die man die had echt bedacht, nee wacht even, dit is heel handig om mijn fotoverzameling te catalogiseren. Niet om ze te bewerken of zo, of hoge resolutie, maar ik vind het een handig idee om met tags en data en locaties iets met foto's te doen. Dus daar is iemand die dat daarvoor gebruikt, zijn koks die al hun recepten erin bewaren, vinden ze handig. Dit is een huisarts, die het voor. Dus je kunt het alle kanten op gebruiken. Terug naar jouw vraag van ja, Evernote gaat niet per se iets vervangen. Maar ik denk wel dat uiteindelijk als ze dat slim samenwerken met stukjes informatie slim gaan oplossen, dat ze een serieuze bedreiging gaan worden voor Microsoft Office. Omdat in organisaties zijn we nog gewend om te denken in documenten. Dat is eigenlijk een soort een gesloten container. Documenten is meestal gewoon af, daar heb je er genoeg over gezet tijdens de vergadering. En volgens mij is waar we naartoe gaan, is niet werken in organisaties, maar in netwerken of zelfs in zwermen. En dan denk je niet in documenten die afzijgen nog heeft, het staat nergens op een afdocument, maar in snippets. En een snippet is dat kan een PDF zijn van een artikel dat je uit de krant hebt gescheurd. Dat kan een fotootje zijn van iets wat je in Frankrijk hebt gezien, wat je gaaf vond. En als je dan gaat samenwerken rondom een project, dan gaat iedereen zijn stukjes uit zijn geheugen samenbrengen. Dus hé, hey, als dit allemaal kan, wat zullen we dan gaan bouwen? En als je dan ook snel en handig kan publiceren, nou ja, volgens mij gaat het die kant op. Maar dat is koffiedik kijken. Ja. Wat is de beste manier om heel veel foto's in één keer in Evernote te krijgen op je telefoon? Ik wil even snappen wat je precies vraagt. Je hebt allemaal foto's en waar staan die foto's in? In mijn camera room, zeg maar. In een ander apparaat dan je telefoon zelf? Nee, stel ik heb allemaal foto's gemaakt met mijn iPhone. Ja. En die wil ik allemaal in Evernote hebben, maar het zijn wel allemaal verschillende gebeurtenissen en onderdelen. Oké, wat je doet is je sluit je telefoon aan op je computer. Dan sleep je al die foto's naar Evernote. Dan wacht je heel even en dan is het klaar. Maar dat kan niet op de telefoon zijn? Volgens mij niet, maar heb ik niet geprobeerd, want het leek me te veel werk. Je kan wel foto's toevoegen. Je kan wel foto's toevoegen, maar ja. Ik weet niet of je in één keer heel veel foto's kan toevoegen in Batch. Ja, je maakt er één keer van. Hey, we hebben op Facebook een Evernote usergroep. Oh. En als je daar lid van wordt, dan kun je die vraag daar stellen. En dan gaan andere mensen voor jou nadenken over dat probleem. Dat is namelijk een goed idee. Ja? Ik vind het wel een goede vraag. Je moet erbij zeggen, je moet beginnen met vraag of tip, en dit was een vraag. En dan typ je vraag en dan moet je even bij zeggen welke apparaat je dan voor gebruikt. Ja. Oké. Ja. Okay. Ja. Wat heeft het voor zou kunnen hebben voor het onderwijs? Het onderwijs? Nou, het hele onderwijs is sowieso failliet, dat weten we, dat weet jij ook. Ik weet het gevolgen niet. Hey, maar ik kan me voorstellen van op het moment dat je zeg maar redeneert vanuit het gegeven dat de leerlingen ook heel veel informatie inbrengen in plaats van alleen maar. Ja. Dat dit een behoorlijk. Ik stel me voor, als je 30 leerlingen hebt die allemaal een tijdje gewend zijn aan Evernote, omdat ze met een mobieltje misschien dingen ermee doen of op de computer, ja, die hebben allemaal dingen ontdekt. En op het moment dat je dat wil samenvoegen, ja, eigenlijk is het gewoon je online knipselmap en je online archief. Dus ja, op het moment dat je het leuk is, je kunt ook meteen nog kopiëren. Dus je kunt zeggen, nou, deze deelverzameling van coole shit, die wil ik nu met jou delen op die plek. En dat kan gewoon. Dus ja, dat zal het enabelen. Ja? Ik denk dat het goed is om een keer aan te doen. Wat we veel leuker, wat we kunnen doen, is bij een van de volgende Evernote meetups gewoon een sessie beleggen over Evernote en onderwijs. Gaan we gewoon heel hard roepen in Nederland. Willen alle onderwijsdeskundigen die fans zijn van Evernote even hier bij elkaar komen? Gaan we het erover hebben? Dan gaan we er lekker mee spelen. Deal? Deal. Mooi. Ja. Is Evernote een open technologie? Ja. Nee, het is geen open source. In die zin dat ze de broncode beschikbaar maken, maar het is wel een van de meest open bedrijven die ik überhaupt ken. Ja, maar
Dus, ja, een voorbeeld YouTube, kun je daar een link krijgen? Dat zit al over dat onderwerp. Heb ik ook een goede film gezien op YouTube. En daar heb je... Probeer te snappen wat je precies bedoelt. Ja, dus je vraagt, kun je YouTube-filmpjes bewaren in Evernote? Ik woon de link krijgen tussen een bepaald filmpje dat je hebt gezien in YouTube, bijvoorbeeld. En je zegt, bij dat artikel, een YouTube-filmpje gezien? Ja, ik ga even toetsen of ik je goed begrepen heb. Wat namelijk kan, er zit een optie in Evernote, dat als je op Google wat zoekt, dat die ook zoekt in je eigen database. Want Google is zeg maar, daar zoek je naar dingen in de hele wereld. En in Evernote zoek je dingen die je al had. Heel vaak weet je niet eens wat je hebt. Dat zijn trouwens ook zo weer al die kasten die je hebt natuurlijk. En wat Evernote mogelijk maakt is, je bent op YouTube op Google aan het zoeken naar een YouTube filmpje over inspiratie. En dan gaat hij tegelijkertijd simultaan zet hij onder de Google resultaten de Evernote resultaten. Nou, dit had je al. Is dat er? Komt dat in de buurt van wat je Google kunt je ook klein verwerken. En dan kunnen we Evernote gaan ondersteken. Omgekeerd staat dan scherp dat je letterlijk doet. Nee. Is Google, je kunt een Google-applicatie ook zonder kopen, leeg? Ja. Dus een toevoeging aan je website, ja? Oké, okay, ik ben het klopt niet allemaal waar ik wil zitten. Oké, nou ik ben er zo nog even. Oké, ja. Ik had de vraag, dat dan snippets, hè? Van ja, zo noem ik ze hoor. Het zijn geen documenten, snippets, een stukje informatie. Een stukje informatie. Stel, ik heb heel veel pdf's en ook een paar foto's van documenten die ik heb en noem maar op, allerlei soorten documenten. Dat zijn allemaal hele leuke dingen, maar ik hoef dat niet allemaal te hebben. En ik wil eigenlijk een soort mapje maken met de belangrijke dingen uit al die documenten. Kan je dan ook stukjes daarvan zetten? Copy-pasten? Dat ga je dan copy-pasten. Ja. En als hij niet weet welke stukjes je wil bewaren, ja, het is wel een computer, hè? Als hij niet weet wat jij wil, ga ik het niet doen. Nee, precies. Maar ik kan zeg maar dat een stukje eruit, een alinea nemen uit een pdf. Ja. Maar moet ik dat dan zelf gaan pasten of een apart document? Even kijken hoor. Ik heb hier een stuk tekst. Nou, huppakee, copy, Evernote, paste. Ja, ja dat bedoel ik eigenlijk niet, maar ik bedoel eigenlijk van snel dat je doet. Boek hebt of zo en je wil een onderwerp over bijvoorbeeld innovatie, even dat stukje. Er zijn een paar manieren. Je kunt het wat ik zou doen in die situatie is de telefoon pakken, foto maken van die tekst en huppakee, in Evernote sturen. Dan kan ik daar zoeken. Het is niet zo dat je uit een boek een bepaald link of naar een bepaald boek kan linken of dat stukje. Dat kan wel, maar dan moet je het boek wel digitaal hebben. Ja, dat bedoel ik. Ik heb een boek digitaal op Evernote. Ja. En ik wil op bladzijde 45 een heel leuk stukje over innovatie. Dat kun je. En dat wil ik zeg maar in een aparte. Zodat ik allerlei stukjes heb over innovatie, maar die komen uit verschillende boeken. Ik weet niet precies uit mijn hoofd nu hoe dat werkt. Maar als je dit even ook in diezelfde Evernote groep gooit, dan weet ik zeker dat we binnen no time weten hoe dat precies werkt. Ja, okay. Ja? Ja. Ja. Jij scannen zo leuk die visitekaartjes, maar zou het natuurlijk mooi zijn als al die gegevens ook gelijk in je. Het adresboek is dat mogelijk? Nog niet, maar dat gaan ze vast wel oplossen. Ja. Maar even, een goede scanner is echt. Iedereen die ik ken die scanner heeft, zegt ik wil nooit meer wat anders. Want in één keer hoef je niet meer te wachten op dingen, gaat het gewoon achter elkaar door. Er is een sheet feed erin, dus je kunt gewoon 20 pagina's erin zetten. En dan maakt het er iets. Ja, nog drie vragen en dan gaan we bij deze sessie stoppen. Zijn er wel andere sessies? Wordt ook leuk. Ja. Evernote, ik zei het al, vanuit bestand opslaan en die leggen daar eigenlijk een datalaag overheen. Maar dan kun je niet meer met maps, maar met sleutelwoorden, dat soort dingen gaat werken. Daar worden steeds meer mensen mee vertrouwd. Maar dat zie je ook dat inderdaad Google dat gaat toepassen en Silk. Silk ken ik heel goed. Die natuurlijk eigenlijk een beetje is. Nou, ik ben Silk in Evernote aan elkaar aan het knopen, omdat zij weer slimme dingen uit je database kunnen halen. Dus ja, precies. Ja. Maar Silk is een van de snelst groeiende bedrijven op dit moment. Een start-up die heel veel succes heeft. Ja. Wat zijn nou de belangrijkste concurrenten voor Evernote en wat doen zij dan anders dan? De belangrijkste Evernote concurrent op dit moment is die heet Papier. Papier. Ja, er schijnt iets met papier te zijn, dat daar kunnen ze niet tegenop. Dat gaat namelijk heel snel. En ik doe het ook altijd omdat er geen stroom is en zo. En ze hebben nu een samenwerking met Moleskine, die Moleskine boekjes. Ze hebben nu een Evernote boekje dat je met speciaal papier, dus dan kun je gewoon papier gebruiken.
En er zitten stickertjes bij, die plak je erbij, dan maak je er een foto van en dan herkent hij aan de sticker welke tag er bij die tekst moet. Dus dat is heel slim van. Ik zie op dit moment geen enkele Evernote concurrent. Omdat dit stukje heel snel zien welke items er in een database zitten. Gewoon dat stukje waar ik mee begonnen, met dat je ogen die patronen kunnen herkennen, dat zie ik niet bij Google. Qua lokale software, ik zie het niet bij andere oplossingen. Dus voor mij is dat visuele stukje is wel een belangrijk ding. En Evernote is maar met één ding bezig. De allerbeste second brain zijn die wij wil hebben. Terwijl Google, Docs, al die jongens hebben eigenlijk hele specifieke toepassingen. En Evernote zegt, nee, wij willen gewoon je reserve geheugen worden. That's it. En dan gaan we gewoon alles wat we hebben bovenop gooien. Geen Polio? Polio? P-O-D-I-O. Polio, nee. Hetzelfde principe dat deels kan. Ja, en ik heb geen idee waar naartoe gaat, maar nou ja, dit is waar ik bovenop zit en waar ik enthousiast heb. Hoe gaat het nou met copyright? Want ik heb een heel mooi boek thuis en allerlei mooie dingen die ik krijg en die wil ik graag nemen en ook hebben. Dan kan ik me voorstellen, dat is van mij, want dat zet ik er gewoon op. Ja. Maar de schrijver van het boek is misschien niet zo leuk. Dus mijn privé-mening over copyright, forget about it. Even moreel ethisch zijn we het allemaal eens over copyright, niet te handhaven, op geen enkele manier. Laat me zitten. Binnen 3 jaar kun je de bovenstaande 3D-print. Binnen 3 jaar kun je alle Lego-blokjes die ooit bedacht zijn, binnen 4 minuten als torrent downloaden en zelf uitprinten. Dus dat kun je allemaal stom vinden, maar dat hou je niet tegen. Dus don't worry about it. Laten we deze sessie beëindigen. Fijn dat jullie er waren. Dus vandaag een hele hoop. Hebben jullie, even even nog dingen gehoord die je of handig vindt of leuk vindt of waar je wat aan zou willen? Ja, mooi. Goed, dankjewel. Applaus.